Zo, goedenavond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Saen Fishing. We gaan even een nachtje in het voorjaar op het karper. En je hoort hem al op de achtergrond. Ik denk dat het brazem is, maar er zit in ieder geval vis op de voerstek. Nou, zoals je ziet achter me, spullen zijn opgebouwd, alles staat klaar. Dus voor mij mag het eerste visje op de kant komen. Alvast veel kijkplezier. En zodra we vis hebben, komen we weer terug bij jullie. Tot straks. Goedenavond. Nou, eerste visjes op de kant. Kwart voor 11. Quasimodo. Hij heeft een gigantische knik in zijn staart zitten. Het zal hooguit 5 kilo zijn. 5 kilo maximaal, meer is het niet. Knik erin. Maar het is het eerste karpertje dit jaar op de kant, dus ik ben happy. Helemaal top. Hoop op meer. Jullie gaan het zien. We gaan hem laten zwemmen en eventueel tot straks weer. Goedemorgen. Nou, updateje van de nacht. 1 karper gevangen. Die hebben jullie net gezien. Leuk, klein karpertje. Met een rare knik erin. Maar hij kon er goed bij leven. Dus waarschijnlijk heb je hem al van geboorte af. Ik heb nog een brazem gevangen. Die is weer teruggegaan. En die heb ik niet gefilmd. Voor de rest, fucking koud gehad vannacht. Want mijn slaapzak ging naar de kloten. Mijn rits. En het is nog niet echt warm. Het is vannacht ergens tussen de 2 en de 4 graden geweest. Dus ja, dan kun je het nogal eens koud krijgen. Dus dat wordt weer tijd voor een nieuwe slaapzak. Of we laten er een nieuwe rits in zetten. Dat zien we vanzelf alweer. En hoop dat er nog een visje op de kant komt. Zo niet, dan zien jullie me zo direct weer terug. Met de afsluiter. En dan zien we wel weer verder. 5 plus kilo's, mooi visje en we gaan hem weer laten zwemmen. Hij is nog druk, maar dat geeft niks. 2 karpertjes vandaag. Met een half uurtje ga ik opruimen en dan zit de dag erop. Dus mooier afsluiten kan niet. Hij gaat weer zwemmen. Zo, zoals je ziet, spullen hangen te drogen. Nou, dit was een leuke nachtsessie, nog in het voorjaar. Nou, 2 visjes op de kant en uiteraard een brazem. Maar die tellen we niet mee, want daar vissen we vandaag eigenlijk niet op. Maar ja, daar komt er gewoon tussendoor. Mooi afsluiten toen net nog. Ik had hem nog even gewogen, 7,2 kilo woog hij. Nou, niet verkeerd als afsluitertje. En we hadden Quasimodo natuurlijk vannacht. Hebben jullie ook gezien. Vond je het leuk? Geef even een duimpje. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer bij Saen Fishing. Later.